Vele mooie verhalen beginnen met een droom. Zoals mijn droom om mijn eigen wijn te maken van Pinot Noir druiven. Dat schreef ik dan ook op in 2011 op een kladje papier. Een eigen wijn van Pinot Noir druiven, die noem ik Serendipity en wil ik in 2015 gemaakt hebben. Zo gezegd, zo gedaan. En hier is het resultaat. Pinot Noir Serendipity. Wat betekent Serendipity eigenlijk? Dat betekent iets vinden zonder daarnaar te zoeken. Zo is het mij ook vergaan. De stip op de horizon gezet, maar hoe daar te komen had ik geen idee van. Door het wel te verkondigen dat ik een eigen wijn wilde maken, kwamen de toevalstreffers op mijn pad. En zo ontmoette ik David Nieuwwoud van Cederberg uit Zuid-Afrika. Hiermee ontstond de samenwerking met Cederberg en kon ik bij hem in de wijnkelder mijn eigen wijn maken. Ik ben Monique Breuer en 45 jaar. Als marketingprofessional heb ik het roer omgegooid en na een paar wijncursussen en de vinoloogopleiding had ik het wijnvirus flink te pakken. De eerste jaargang is in 2014 gemaakt en afgelopen zomer in 2015 gelanceerd. Een prachtige Pinot Noir. Ik woon in Nederland en vlieg elk jaar rond de oogstperiode naar Zuid-Afrika en reis af naar de wijnkelder van Cederberg om daar de wijn te maken. De druiven komen vanuit de Hemel- en Aardevallei en vlak voor de oogst, zo rond eind januari, heb ik nauw contact met David Nieuwwoud over het moment van plukken. Waarom Pinot Noir? De Pinot Noir is beroemd van de grote rode Bourgogne-wijnen. Daarnaast kennen we ook de Pinot Noir van zijn bijdrage aan de champagnes. Voor sommigen wordt de Pinot Noir omschreven als de meest geliefde druif onder de wijnliefhebbers. Mijn eerste jaargang is in 2014 geproduceerd en is afgelopen zomer in 2015 gelanceerd. De eerste 1000 flessen en zijn inmiddels allemaal uitverkocht. De volgende jaargang 2015 zijn net binnen. 3400 flessen liggen klaar om verkocht te worden. Ondertussen heb ik al 3 jaargangen gemaakt en de jaargang 2016 ligt te rijpen in de houten vaten en zal naar schatting rond de 6500 flessen begin 2017 opleveren. Mijn doel is dan ook om te groeien naar 10.000 flessen. Voor de uitbreiding van de productie ben ik op zoek naar kapitaal om de productie en de voorfinanciering van de wijn te kunnen bekostigen. Deel van het kapitaal zal gebruikt worden om de productie voor te financieren en een ander deel om de marketing te kunnen doen en het merk in de markt te zetten. Ik ben dan ook op zoek naar u om te investeren in deze prachtige wijn. De Pinot Noir Serendipity wordt verkocht aan wijnspeciaalzaken, de horeca en particulieren via een online distributiekanaal. Vindt u het leuk om in mij te investeren en te volgen welke wijnen ik nog meer op de markt ga zetten? Schrijft u dan in. Wie weet komt u mij bezoeken tijdens de oogst in Zuid-Afrika en mag u een paar dagen meehelpen in het wijnproces. Bedankt voor het kijken. Proost! Colin Crowdfund. Comfortabel investeren.